Yo mensen, wil je de goedkoopste Nederlandse 44 coins kopen voor alle consoles en PC? Ga dan naar FastUtiCoins, links in de beschrijving. En gebruik de code DNP10 voor 10% extra korting. Hallo mensen, ik ben van Opresnel met vandaag een nieuwe Roto Belgium voor jullie. En dit is het team waar we meteen de allereerste mee gaan beginnen. Als we weer 200 likes gaan halen, zou het super awesome zijn. Moet zeker lukken, want we gaan de laatste tijd echt iedere keer super awesome. Dit is het team waar we het eerst wedstrijd tegenkomen. Een Duits / Bundesliga team. Op zich best wel een goed teampje, alleen een beetje raar dat hij Özil op CDM heeft. Ja, dat zou ik persoonlijk niet zelf wel kiezen. Maar in ieder geval, we krijgen al snel een flinke kans in de 20e minuut. Maar helaas is die er niet in. En zijn allereerste schot op goal, die gaat er wel in de 28e minuut met Lewandowski. Beetje jammer, maar ja, weet je, shit happens. Er komen ook wat meer kansen, met name voor hem. Zoals je hier ziet in de 40e minuut, een beetje een kluts. En ja, als dat erin gaat, is het natuurlijk echt totale FIFA-eet weer. Maar bij rust staat het dus 1-0 en ik sta dus 1-0 achter. En ja, hij heeft ook gewoon meer schoten. Dat komt niet heel vaak voor. Maar in de 54e minuut komt Ben Dekker hierdoor. Zijn schot wordt nog gestopt hier door de keeper. Maar daarna is daar Kevin de Bruyne. En die scoort de 1-1 in de 55e minuut. En wij gaan ook door met kansen creëren. Hier komt de Keulaar. Maar het was een hele makkelijke redding voor Atter, helaas. Hij kreeg wel weer een enorme kans in de 63e minuut. Hier komt Götze door en Götze gaat het niet missen. En die schiet die bal geweldig hard binnen. En zo staan we dus weer met 2-1 achter. En ja, er gebeurt ook niet veel goeds meer. Want hier maakt hij nog een beetje een raar doelpunt. Maar ja, hij gaat er wel in. Royce met de 3-1. En daar bleef het ook bij. Dus helaas 3-1 verloren. Beetje jammer. Want dat is niet een lekker begin. We hadden natuurlijk al in de vorige aflevering de eerste gewonnen in divisie 5. Helaas is er nu een verliespartij bij. Maar ja, weet je, niks aan te doen. Dat gebeurt nou eenmaal. En in de tweede wedstrijd van deze aflevering speelden we met dit team. En we kwamen tegen niemand minder dan dit team. En ja, deze gast had een best wel goed team zoals je nu kunt zien. Hij had een Serie A team met de Inform Higuain en Inform Kaka. Volgens mij zelfs second Inform Kaka als ik het goed heb. Ja, gewoon echt een heel goed team. Hele snelle verdediging. En ik ben nooit zo'n fan van om tegen deze teams te komen. En dat liet zich ook wel hier weer zien. Want ja, in de tweede minuut al komt hij hier door met Balotelli. En Balotelli schiet die bal geweldig hard binnen in de korte hoek. Misschien had Courtois moeten hebben, maar het was in ieder geval wel gewoon een heel erg goed schot. Wij lieten in ieder geval niet onze kop hangen en wij gingen ook gewoon door met kansen creëren. Hier geven we de voorzet op Nainggolan en die kopt die bal geweldig binnen voor de 1-1. En ze staat in de 10e minuut al 1-1. Ja, deze wedstrijd kwam erg snel op stoom. En zeker als Mirallas hier doorrent en die bal geweldig binnen schiet in de kruising in de 12e minuut. En toen stond het dus al 2-2 echt super snel. Maar helaas krijgt hij in de 15e minuut, ja hoor, weer een paar minuten later een corner. En die gaat er, ja, best mooi werd hij ingekopt. Van heel ver. Dus ja, best wel mooi doelpunt op zich. In de 36e minuut krijgt hij nog een kans. Hier met Caceres. Alleen zijn schot gaat gelukkig ruim naast. En daar hoeven we dus niet heel erg bang voor te zijn. Bij rust staat het dus 2-2. Het ging redelijk gelijk op. Hij had iets meer schoten. Maar ja, weet je, het was gewoon een gelijk opgaande wedstrijd. In de tweede helft kreeg hij hier meteen een kans met Pogba. Gelukkig kon Courtois die bal redden. Courtois vind ik trouwens een erg goede keeper. Ik ben blij dat we hem gekocht hebben. Want ik denk niet dat we met Proto ook zoveel reddingen hadden verricht. Ik ben dus erg blij dat Courtois een Belg is. Want het is echt een hele goede keeper. In ieder geval, hier houdt hij nog gewoon rustig een balletje tegen. Echt, ja, alsof het helemaal niets is. Hij had echt het beste van de kansen. Weer een redding van Courtois. Geweldige keeper. Hij duidelijk op die bal alsof het niets is. Maar helaas blijft het wel 2-2. Ja, ik was er niet heel erg blij mee, want ik had toch wel ook nog het gevoel dat er wat meer in zit. Ook al had hij flink meer schoten. Maar toch had ik het gevoel dat het kon. Dit is ook het eind van de aflevering. We hebben dus 4 punten na 3 wedstrijden. Een redelijke uitgangspositie, maar niet heel erg top. Mensen, ik hoop jullie het leuk vonden. Als je het leuk wil, vergeet niet te liken. Dan zeg ik like, veel regen, abonneer de volgende keer. En ik zeg doei, later.